Hoi allemaal en welkom bij mijn nieuwe video. Vandaag ga ik het hebben over de dingen die ik niet verwacht had bij een tweede. En het lijkt me leuk om zo'n lijst samen te stellen van de dingen waarvan je denkt, die weet ik absoluut zeker dat ik dat nodig heb of dat ik dat juist niet nodig heb omdat ik al een baby heb gehad. En uiteindelijk pakt het heel anders uit. Dus laten we snel beginnen. Allereerst een ding waarvan ik bij de eerste had geroepen, dat is de grootste miskoop geweest ever. En ik ga trouwens nog wel een video opnemen over de aanraders en de afraders van de babyuitzet. Dat is een video wat jullie van mij nog te goed hebben. Maar de hydrofiele luiers, dat waren echt zo'n gehyped iets. En iedereen zei, je moet er minstens 20 van hebben en je gaat ze voor alle gebruiken. En bij mijn eerste dacht ik van, ik gebruik ze bijna nergens voor. Ik gebruikte ze aan het begin eigenlijk vooral als hoofdluier, dus tegen het spugen, maar uiteindelijk was Victor niet zo'n spuger. En toen dacht ik van, ja, verder gebruik ik eigenlijk bijna nergens voor. Dus bij de tweede dacht ik ook van, nou, ik doe gewoon de helft van mijn hydrofiele luiers had ik aan vrienden gegeven. En toen dacht ik van, ja, ik doe er toch niks mee. Nou heb ik bij de tweede dus een aantal hydrofiele luiers en leuke printjes erbij moeten kopen, want ik miste ze toch wel. Want hydrofiele luiers gebruik ik tegenwoordig zo bizar veel en dat had ik zo niet verwacht. Ik gebruik ze voor het spugen, want Kirill is best wel een spuger. En ik denk dat vooral daarvoor je ze toch wel het meest gebruikt. Zeker bij een spuger heb ik het idee dat je de hydrofiele luiers extra nodig hebt. En extra voor van alles nog wat gebruikt. Dus als hoofdluier, als luier bij het voeden. Omdat zo'n hydrofiele luier, dat leg je wat makkelijker op je schouder en je hebt om wat meer oppervlakte om nogmaals weer de spuug op te vangen. Als ik gebruik een XXL hydrofiele luier voor het afdrogen naar het badje. Op zich gebruik ik eigenlijk over het algemeen nog bijna alleen maar hydrofiele luiers die ik destijds bij Victor had gebruikt. Maar je merkt dat de kwaliteit daarvan toch wel, ze worden ietsje stugger. Ze zijn daardoor niet slechter of wat dan ook. Maar ik heb laatst van de hydrofiele luiers van de nieuwe collectie van Prenatal gekocht. En ze zijn net wat, ik zal ook een beeld laten zien, zodat jullie een beetje een beeld daarbij hebben van hoe zit het qua kwaliteit eruit. Ze zijn denk ik net iets grover, waardoor ze echt een stuk zachter lijken. En ze lijken ook een stuk luchtiger of dikker, het is maar net hoe je het noemt. En ik vind het echt persoonlijk heerlijk, tenminste. Dus ik weet niet of mijn baby echt een verschil merkt. Maar dat soort luiers zijn bij mij favoriet. En sowieso luiers en leuke printjes en dergelijke. Maar goed, dat kun je tegenwoordig bijna overal wel vinden. Dan heb ik het volgende. Ik had sowieso bij Victor zoiets van Dr. Brown fles. Dat is echt de fles. En Kirill is ook uiteindelijk melk uit een flesje aan het drinken. Dus we dachten meteen, nou, dat wordt Dr. Brown. Ja. Ook bij elke baby is elke keer zoeken qua zeg maar welk speen past, welk speen ga je gebruiken voor op de fles, welke fles ga je gebruiken. We gingen bij Kirill op een gegeven moment ook de S-fles van Difrax gebruiken, was echt een drama. Maar waar ik eigenlijk, en dat had ik de vorige keer bij Victor ook, alleen de periode ging wat sneller. Je hebt dus de eerste maat speen en die is echt voor pasgeboren babytjes en dan heb je bij Dr. Brown dan weer de 3 plus maat, dus vanaf 3 maanden. Maar ik zat een beetje in de periode tussen, want hij dronk te langzaam uit de eerste. En met 3 plus was hij echt heel erg aan het spugen. Dus met Dr. Brown heeft niet iets ertussen. Dus ik ging heel veel op internet. En misschien is dat dat iedereen dat weet, en behalve ik hoor. Maar ik vond het echt de ideale oplossing dat Difrax wel de M-speen heeft. Dus dat is zeg maar vanaf 2 maanden. En dat die perfect op de Dr. Brown flessen passen. In ieder geval, wij hebben wel de smallere Dr. Brown fles aangeschaft. Want ik wist niet zo goed of dat ook de bredere Difraxpeen ook op de bredere Dr. Brown fles past. Maar in ieder geval, de M-speen op de Dr. Brown fles, dat was echt, die twee als combinatie, dat was echt perfect. Het volgende punt is een fopspeen. Victor was totaal geen spenenkind. Dat is Kirill wel. We gebruiken eigenlijk gewoon de normale Difrax fopspenen. Die eigenlijk in elke cadeaudoos ongeveer zaten volgens mij. En toen hadden we verschillende speentjes bij hem geprobeerd. Volgens mij 2 of 3 soorten. En eigenlijk die het beste. Dus we dachten van nou prima. Dus hij doet het er prima op. Hij vindt het, daar is dat tevreden mee. En ja, wat dat betreft ben ik misschien niet te veel thuis in fopspenen. Maar ik zou niet weten wat het verschil ertussen kan zijn, waarom iedereen met van die onfuturistische fopspenen komt. Maar misschien is dat mijn onwetendheid hoor. Maar ik vind echt fopspenen wat dat betreft echt een uitkomst. En ik had het niet verwacht. Ja, misschien dat het daardoor ook een stuk makkelijker is. Omdat je altijd een soort van zo'n troostje in bed heeft. En waardoor je eigenlijk veel sneller in slaap valt. En hij is over het algemeen sowieso rustig. Maar ik denk dat fopspenen
ja, sowieso een bepaalde maat van troost biedt, waardoor die er sneller gewoon getroost wordt of zo. Ik weet niet, maar ik vind het echt volgspelen. Nooit verwacht, maar ik ben er dankbaar voor. Volgende punt heb ik ook al in zijn roomtour verteld. We hebben een tweede puckerbaby slaapzak aangeschaft. En op een of andere manier had ik het bij de eerste nooit nodig. Ik weet eerlijk gezegd ook niet hoe we dat destijds hadden opgelost toen de ene puckerbaby in de was was. Ik heb geen idee. Misschien hadden we toen nog een droger. Tegenwoordig hebben we geen droger in, ik moet eerlijk zeggen. Dat heb ik niet echt nodig, want ik heb liever dat alles gewoon zo nog ouderwets op de lijn droogt. Ik vind toch een tweede puckerbaby toch wel echt ideaal. Dan maakt het eigenlijk niet uit dat hij een keertje gespuugd heeft, want tegen de tijd dat die tweede puckerbaby omgespuugd heeft, is de eerste al heel droog. Dus echt top. Dan, kleding is een heel ding waar ik me zo totaal in vergist had. Echt gewoon bizar in vergist. Ik weet nog dat ik voor mijn zwangerschapsvlog nog ging filmen dat ik alle kleding van Victor in januari dit jaar aan het uitzoeken was om te kijken van wat blijft er over. En bepaalde maatjes ging bijvoorbeeld t-shirtjes gewoon, ook al waren ze super nieuw of wat dan ook, heb ik gewoon allemaal weggedaan. Omdat ik dacht van, hoe dan, op die leeftijd is het hartje winter. Oh, had ik echt niet moeten doen. En dat is misschien heel stom, maar je verwacht het niet. Je verwacht dat die maatjes ook echt best wel nauwkeurig bepaald van als het staat bijvoorbeeld vanaf 6 maanden. Dus dat ongeveer dat die kind dan ongeveer 6 maanden is. Nou, dat is dus niet zo. En ja, daar heb ik me totaal in vergist. Maatje 50, 56 had ik ook wel wat nieuwe kleertjes voor gekocht. Nou, ik kon eigenlijk zo goed 1 op 1. Heel veel ongedragen dingen. Paste die echt al na een week of 2 volgens mij niet meer. Al die dingen, al die t-shirtjes in maat 74 volgens mij. 68 had ik ze geloof ik nog. Ik dacht dat ik net zo goed kunnen bewaren, want het is nu lekker weer. En die maat heeft hij nu. Dus ik heb me er echt zo bizar in vergist. Het is echt, elk kindje is zo anders. En dat die maatjes, dat er staat vanaf welke maand dat is, dat geldt echt lang niet voor elk kindje. Voor sommige kindjes zullen die maatjes weer heel veel te groot zijn, voor sommige veel te klein. Dus pin je niet op die maten vast. En oh, dat had ik ook niet moeten doen. In de eerste 2-3 maanden heeft hij dus alleen maar een romper aangehad. Dus alle broekjes en alle shirtjes en weet ik veel wat. Dat heeft hij bijna niet aangehad. En dat is hartstikke zonde. Maar je verwacht ook niet dat er een hittegolf zou zijn na zijn geboorte. Wat ik trouwens wel fijn vond, over de rompers gesproken, waren de rompers van Next Direct. Ik vind Next Direct sowieso geweldig voor kleertjes en leuke printjes en dergelijke. Gewoon even wat anders dan wat er in Nederland te kopen, om het zo maar te zeggen. Maar hun rompertjes, die hebben namelijk aan de onderkant 2 knoopjes. En die 3 zoals de meeste. En op een of andere manier vond ik het wel net even makkelijk of zo. Het is gewoon 1 knoopje minder om te knopen. Mocht je er iets aan hebben, dan vind ik het wel een tip. En wat ik ook heel fijn vond, waren de Lidl broekjes. Van de Lidl, gewoon van hun webshop, is echt geweldig voor kleertjes. Een vriendin van me tipte daarop. En inderdaad, gewoon zeker babykleertjes. Ik vind persoonlijk dat ze vooral leuke babykleertjes hebben. Voor wat grotere kindjes vind ik het wat minder. Maar voor babykleertjes, gewoon basics. Prima, lekker betaalbaar. En ze hebben bijvoorbeeld ook van die soort leggingbroekjes voor babytjes. Waar zeg maar geen elastiekje of tenminste in zit. Of tenminste, het is heel zacht. En het drukt ook niet, want Kirill is best wel het is een beetje een forse jongen. Niet al te fors, maar ik had het idee dat sommige broekjes die bijvoorbeeld te strak zaten of zo, dat dan niet lekker zit. En die Lidl broekjes, die zijn dan zo mooi gevormd dat er geen strak elastiek in zat. Dus wat dat betreft ook een hele fijne tip, denk ik. En het laatste wat ik dus niet verwacht had, maar waarvan ik denk, dat is wel heel handig geweest, is een verschoonkus beneden. Ik weet nog dat een vriendin die ik destijds had bij de eerste nog, die had dat wel bij haar eerste ook. Dus een verschoonkus beneden, een verschoonkus boven. Bij Victor had ik er op een moment niet echt behoefte aan. En toen dacht ik, voordat Kirill geboren werd, had ik zoiets van, nou, dat is misschien wel de moeite waard om te proberen. Omdat ik dacht, stel als Victor beneden aan het spelen is en ik moet heel snel Kirill verschonen, dan kan ik net zo goed gewoon beneden blijven en hem daar verschonen. En dat vind ik echt een uitkomst. Zeker met een tweede wil je gewoon eigenlijk overal een verschoonkus hebben en hem overal kunnen verschonen. Ik moet zeggen, hoe ouder die wordt, hoe minder vaak bijvoorbeeld er een poepluier zo zit. Dus echt van die luiers die je echt direct moet verschonen. Dus die behoefte wordt wel steeds minder en kussen beneden is ook wel steeds vaker ongebruikt. Maar nog steeds vind ik het eigenlijk wel erg handig en had ik dus bij de eerste totaal niet zo. En dat was eigenlijk mijn lijstje. Dat waren alle dingen. Ik hoop dat jullie hier iets aan hebben gehad. Als jullie dat soort video's leuk vinden, doe alsjeblieft een duimpje omhoog voordat je weggaat. Vergeet je niet te abonneren op mijn kanaal. En ik zie jullie in de volgende video weer. Doei!